Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een gloednieuwe video vandaag. Zien jullie iets waar jullie verdrietig van worden? Mijn haar is slecht gedaan. Ik heb er geen gel in. Dat zien jullie. Nee, vandaag doen we een kleine try to love. Want ik heb een hele leuke meme compilatie doorgestuurd gekregen. Maar Matty is er niet bij. Nee, ja, ik kan tegen jullie gaan liegen van hij is er wel, zit onder de tafel. Dat zit hij ook, maar hij is met hele andere dingen bezig. Zo zien ben ik niet op kantoor. En ja, dan wordt het lastig op te nemen. Want tegenwoordig doen we het vaak op kantoor, want dat is makkelijk, weet je. Dan zijn we sowieso. Daarvoor wonen we dus samen, dat is ook makkelijk. En nu als ik dan hier ben en hij bij hem thuis, ja, wij wonen zo ver uit elkaar. Een soort van... lange afstandsrelatie. Zie je dat latrelatie is lange afstandsrelatie? Lat staat voor lange afstand. Lat met een T. En is het lange, dus de lange van de L van lange afstand. Oké. Okay. Dan de R van relatie zou je denken. Lange afstandsrelatie. Nee, de T van afstand. What the fuck? Dat is toch raar? Nou goed, een mooie meme review. Een meme review is overdreven. Ik mag gewoon niet lachen. Hey mensen, waar ik wel moest lachen, dit is echt verschrikkelijk trouwens. Ik gooi het even snel tussendoor. Ik kreeg dus een bericht doorgestuurd van, yo Koen, Boyd Hoek heeft in een podcast over je gepraat. Dus ik dacht van, oké, weet je, prima, ik ben benieuwd. Dus ik ga naar die podcast. Eerst heeft het 1000 views, dus het zal niet heel denderend zijn. De tweede, het duurt 2,5 uur, holy shit. Een podcast van 2,5 uur. Nou, ik zou je even 5 seconden laten zien. Je krijgt voornamelijk als je expressief jezelf bent. Als je, zeg maar, unapologetically and brutally honestly jezelf bent. Dan trek je echt de mensen aan with whom you're supposed to connect. In het Engels spel ik wel goed. Dus, anyways. Holy fuck. Dus ik kom er niet doorheen. 2,5 uur kan ik gewoon niet kijken. Ik krijg het gewoon niet gedaan. Ik beloof je mensen, bij 30.000 likes deze video ga ik dit kijken. Misschien maak ik er wel een video over, maar niet op mijn main. Dan upload ik het wel op Koen 2 of zo. Deze persoon kan ik echt niet uploaden. Terwijl deze andere gast, dit was schitterend, die interviewer, die heeft dus precies hetzelfde aan. Dus van het broertje van Boyd Hoek. Alsof je geïnterviewd wordt door je eigen broertje. Ja, nou, dat wordt een lekker kritisch interview dan. In ander beter nieuws. Ja. Air Up is weer terug, mijn favoriete sponsor. Maar deze keer zeiden ze, je kan Air Up beter ook meenemen naar de sportschool of op reis. Dus dat gaan we doen. Ik wilde dus filmen op Schiphol. Alleen het was daar zo druk, dat ging gewoon niet. Het ging gewoon niet. Dus ik dacht van, dan ga ik maar ergens heen. Ik ben nu een paar dagen weg en ik ga volgens mij over 1,5 week ga ik heerlijk op vakantie. Daar heb ik zin in. En dan heb ik één ding zeker mee. De Air Up fles, hartstikke idee jongen. Ik liep door de douane en nou ja, toen liep ik zo met mijn Air Up fles. Bam, bam, bam. En toen zei ze daar van, wow, wat heb je daar een vette fles? Wat voor fles is dat? Ik dacht, ja, het is een Air Up fles. Ja, dit is echt gebeurd. Ik heb de oranje Air Up fles, dat is mijn favoriet. En hij matcht niet met mijn haar. Ik heb trouwens hier het gordijn dicht. En daar lijkt het heel erg alsof ik ginger ben. Maar dat ben ik zeg maar niet. Ik heb nog steeds een cola pot erop. De cola pot, wat je doet, je klikt er een pot op, dan kan je hem induwen. Dan drink je gewoon water. Het is gewoon... water, drink gewoon water. Als je hem uittrekt, zo, dan drink je nog steeds water. En dan ruik je cola, door het lijkt je hersenen denken, ik drink cola. Maar je drinkt water. Het is echt een geniale uitvinding. Air Up, shout naar jullie. Dan ga ik nu even keihard aan de slag. En binnenkort op vakantie. Deze gaat mee, jongen. Oh yeah. We zijn weer terug. Ja, ik heb dus naar Schiphol gegaan voor saus. Moet zeggen, Schiphol is niet per se ver weg. Maar toch wel. Kom ik achter. Zeker als je met de auto vast komt te staan. Nou goed. Dit is zo goed, hè. Dit moet wel nep zijn, toch? It was at this moment that he knew he fucked up. Dit moet wel nep zijn. Ik kan gewoon niet geloven. Ik kan gewoon echt niet geloven dat het echt is. Niks proberen wegwezen. Je krijgt niks, vriend. Je krijgt. Maar wat heb ik je gezegd, vriend? Wat heb ik je gezegd? Ik heb hem nu op pauze gezet en er staat. En de poepje tegen je plintenklots door overstroming van het riool. Plintenklots door overstroming van het riool. Allemaal het resultaat van het noodweer gisteravond. Poep. Ja, smerig. Gewoon vieze rioollucht. Dat je niet in je huis wenst. Lekker wijn. Echt goor, echt vies. Ja, dus ik heb de schoen uitgetrokken en op het blote voeten, maar ja. Gaan boieren. Natuurlijk, dat is wel een beetje poep aan je voeten. Ja. Godverdamme. Things only guys understand. Ja, kijk, ik ga het niet zeggen, want dan verklap ik de clue aan de vrouwen die dit kijken. Maar ja, de... Like. In het begin volgen mensen mij omdat ze denken, oh die gozer is... Weet je wel? Dat. Omdat ik gewoon niet goed in mijn pannenharing ben. Ja, knap gedaan. Knap nagedaan moet ik zeggen. Af maart trekt de wind flink aan. Met windstoten rond de 126.000 km per uur. Dus waarom blijft dit zo leuk? En waarom is Nederland weg? Nederland gesloopt. Ik wens je nog een mooie avond. Ik wens nog een mooie avond. Nou. 100% die pan gaat stuk. 100% die pan gaat stuk. Het blijft leuk. Rozen zijn rood, ik laat een dikke scheet. Ah, nee. Ik was met dat krappen aan mijn reet. De hele wereld als aan een rondje om de zon maakt. Triple 19. Ik ga niet om lachen. Oh, echt jongen, ik zweer het. Kantinejuf Simone van een middelbare school in Hilversum is klaar met leerlingen die met griep schelden. Ze willen het woord niet meer horen en iedereen die het toch zegt, die moet 50 cent betalen. Oh. Even een korte tussenstop. Oké. Okay. Een colaatje. Twee lekker colaatjes. Een biefje. Okay. Als je samen game met je vrienden, komen er veel emoties naar boven. Al is het omdat je een mooi schot maakt, of juist omdat je afgaat. Bro, jij bent zo'n kussukkel! Ik wist dat dit ging gebeuren! Ik wist dat dit ging gebeuren. Mooi dat hij zo boos is, maar dat toch wel de onderliggende kakker naar boven komt. Kill, what the fuck? Hey! Corona komt 2020, koop mondkapjes. What the fuck, joh? Ik kom bij ADB. Leuk. Ik ga voor jullie een speciale ADB maken. Dat doe ik als volgt. Ik heb hier de Tosti-apparaat. Dit is niet zomaar een Tosti-apparaat. Oké. Okay. Dit is ADB. Kijk dat anders een ADB tegenwoordig, hè? Vind je ook? 16, 17, 18, 19. 19. Neutral. Drive. Okay. Wat om mijn werk fooi gekregen. Okay. 2 euro, dat is mooi. Dit extraatje gaat nu naar de McDonald's. Dat is wel waar ook, dat is echt verschrikkelijk. Of het is het niet, dat is wel geinig, maar anders is het echt verschrikkelijk. Behalve je eigen moeder, zou jij je moederdag een bijtje willen geven? Oei. Oei. Mijn oma? De moeder van mijn beste vriendin. Ja, moeders moeder natuurlijk. Mijn vaders moeder. Mijn broer. Okay. 100k volgers. Guys, I'm going to get a haircut. I'm so excited. I'm gonna look so good. Leuk. Ik ben tot bijna 50 kilo, denk ik. Bijna. Ik weet het niet zeker natuurlijk, maar ik weet... Ik schat... Is het nou 50 kilo? Ik ben tot bijna 50 kilo, denk ik. Bijna. 50 kilo, bijna 50 kilo. Ja. Ik wil een opmerking maken, maar die hou ik lekker voor me. Misschien alleen je linkerboord. Sounds so real. Like it's playing like right in here. Yo! No to racism. Nee tegen racisme. No on racisme. No al racisme. No to racism. The episode of How Gay Is My Dog. Here's a sausage, Bailey. Would you like it? What the fuck? Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken in deze video. Vond je het leuk? Zeg een duimpje omhoog. Air Up. I love it. Dankjewel voor het sponsoren van deze video. Ik ga even genieten van mijn Air Up fles. Ik zeg abonneer op mijn kanaal, zeg de groeten. Nou, dat is echt smerig.